ik vind het wel leuk. Het zou leuk zijn als er een kabelbaan komt. Alles wijst erop. Kinderen van de wijk Botex in Den Helder willen een nieuwe speeltuin. Er zijn nogal wat klachten over de huidige speeltoestellen. Niet meer zo leuk omdat hij zo oud geworden is. Het is ook wel saai omdat je dan niet heel veel dingen hebt waar je een verstoppertje mee kan doen. Tikkertje. Het zijn allemaal tegels. Het is betegeld. Een aantal toestellen die hebben houtrot. Die zijn eigenlijk afgeschreven. Dus we dachten het wordt wel eens tijd om daar wat aan te doen. En vanuit de gemeente is dat niet mogelijk. Dus we dachten we steken de koppen bij elkaar en we gaan kijken wat we zelf kunnen doen. En zo is dit buurtinitiatief gestart. Ja, er komt heel veel groen in, veel hoogteverschillen, want kinderen vinden verstoppertjes spelen ook ontzettend leuk. Dat is niet echt mogelijk in deze speeltuin, dus ze gaan vaak vanuit de hekken, achter de auto's. Dat is ook niet echt een hele veilige omgeving. Kabelbaan was een hele grote wens van de kinderen. Je erop en als je opa of papa of mama of oma dan een setje geeft, dan ga je heel hard naar de overkant. Nou, het wordt echt een beleeftuin waar kinderen kunnen spelen, zichzelf kunnen zijn, kunnen ontdekken, beleven, elkaar ontmoeten en voor jong en oud. De aanleg van een nieuwe speeltuin kost rond de 70.000 euro. Deze maand moet de opdracht uit en het wachten is op die laatste 20.000. Ik heb flessen ingezameld met statiegeld erop. Zijn we de hele buurt doorgegaan. En... Ja, we hebben nog wel een paar duizend euro nodig. Dus we zijn nog steeds druk bezig met sponsoring bij bedrijven. En gelukkig wordt ons initiatief wel echt heel erg omarmd door iedereen. Dus krijgen we van veel lokale bedrijven ook sponsoring. Maar we zijn er nog niet. We komen nog een paar duizend euro tekort. Hoe graag willen jullie het nieuwe speeltuin, jongen? Heel graag!